Zo kunnen we geen kwaliteit bereiken binnen het onderwijs. Je moet gemotiveerde mensen hebben die gewaardeerd worden voor het werk dat ze doen. Aan het woord is Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Als. Hij was vandaag te gast in het programma In Gesprek Met. Valies is er niet over te spreken dat de regering niets heeft gedaan aan de overeenkomst die in april met haar is ondertekend. Er is niet eens gereageerd op de brief van de Bond, waarin wordt aangegeven dat de voorbereidingen getroffen moeten worden om invulling te geven aan het overeengekomene. Begrijpt u dat het voor ons heel erg moeilijk is om zeg maar terug te gaan naar de leden om ze uit te leggen van wanneer we hebben geen reactie van de regering, dus we moeten gewoon normaal onze arbeid of onze werkzaamheden gewoon voortzetten. U begrijpt dat het niet kan, toch? U heeft gezien in de kwestie EBS, de mensen hebben overeenkomst met het bedrijf of met ook weer de staat Suriname, want de staat Suriname is de enige aandeelhouder. En wanneer puntje bij paardje komt, zegt de staat, ik ga me daar niet aan houden. Het gevolg daarvan is geweest dat men strijd heeft geleverd en men heeft een goed resultaat binnengehaald. Dat is de realiteit. Maar het schijnt, maar daar hebben ze tenminste, zijn ze in contact getreden met die vakbond en men heeft toch gewerkt aan een oplossing. Maar het schijnt, want het gaat om leerkrachten, is bijna een vergeten groep in dit land. Terwijl deze groep zorgt voor die daadwerkelijke ontwikkeling van die totale samenleving. En we hebben gezien, als we kijken naar de bemensing van de scholen, dus de seksen die vertegenwoordigd zijn, dus de leerkrachten, dan zien we dat het overgrote deel bestaat uit vrouwen. Er zijn heel weinig mannen in het onderwijs. En daarin moet ook verandering komen. Want het is belangrijk dat wanneer het kind op school komt, dat ze niet alleen maar vrouwen zien. Als juf, terwijl er geen enkele meester is. Dus dat is, het is eigenlijk, dat zie je niet in de samenleving. Je ziet mannen en vrouwen. Maar waarom in het onderwijs alleen maar vrouwen? Nou, blijkbaar begrijpen ze dat niet, maar wij weten waarom. Omdat een belangrijk deel van de mannen, die heeft gezegd van, luister nou, met dit geld, met dit salaris, zijn we niet in staat om onze gezinnen te verzorgen. En ze hebben het onderwijs verwel gezegd, met alle nadelige consequenties voor die samenleving. Valies zegt verder dat er geen rekening gehouden kan worden met de moeilijke financiële situatie van ons land, omdat er dan op een behoorlijke manier met de vakorganisatie gecommuniceerd moest worden. Hij gaat ook in op de oproep van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond, SOB. Volgens Valies is deze oproep een van de redenen waarom ALS is opgericht. Als leerkrachten tot het besef komen dat er een nieuwe organisatie moet komen en dat we een andere vorm, organisatievorm moeten kiezen, dan moeten we dat respecteren. En als dat in het voordeel is van de leerkrachten, dan moeten we dat doen. Want we willen niet een situatie nu hebben zoals, zoals het nu zich voordoet, dat SOB nu publiekelijk zegt van we moeten eigenlijk tot volgend jaar wachten. U begrijpt. En dat besluit is dus niet genomen door de leden van de SOB. Laat me dat ook duidelijk stellen. Want als het bestuur van SOB van mening is dat we moeten wachten tot volgend jaar, binnen een organisatie gestoeld op democratische principes, zouden ze eerst de leden moeten oproepen, toch? En dat ze in hun ALV daar een besluit nemen. Maar hoe weet u dat, of dat wel of niet is gebeurd? Er is een vergadering geweest, dus die informatie hebben we. Okay. Dus de leden zijn niet bijeengeroepen, op geen enkele wijze. Snap je? Dus het bestuur heeft een besluit genomen. En ze zijn van oordeel dat de mensen gewoon rustig naar het werk moeten gaan. Ja. Terwijl de leden een andere visie hebben, een andere mening hebben. Dat kan niet. BVL kan ook geen besluit nemen. Wij moeten eerst de leraren oproepen. En dan zeggen we, oké, we hebben het idee om dat en dat te doen. En dan kunnen de leden zich daarover uitspreken. Dus dat zal op 3 oktober gebeuren? Het laatste antwoord ligt bij de leden. Jij als leiding, jij geeft leiding aan die organisatie. Maar je moet ter degen rekening houden met de behoeften en de mening, het standpunt van de leerkrachten. Want we hebben situaties meegemaakt dat de leden niet eens waren met het bestuur. Ja. En wij moesten dat respecteren. Dat is democratie. Aldus Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de ALS. Hij was te gast in het programma In Gesprek Met.